En je bent toen zelf je gaan ontwikkelen. Want tussen dat moment van modelleren en ben je toen meteen bij Phoenix begonnen? Wat heb je daartussen gedaan? Ja, dat is ook een leuk verhaal. God, allemaal leuke verhalen. Ik heb een tijd lang en gewerkt bij Bouke en gewerkt bij Wiebe. En toen werd het duidelijk dat mijn pad bij Phoenix vervolgd zou worden. En zei Wiebe, kom je erbij? En toen zei ik als goed getrianguleerd kind, ik kom en ik hou mijn eigen kleine praktijk er nog naast. Waarop Wiebe natuurlijk zei, je komt of je komt niet. En toen ben ik vol ingestapt bij Phoenix en bij Wiebe. En kan ik wel zeggen dat hij absoluut mijn grote leermeester is. Mooi. En heb je ook Bouke los moeten laten? Nou ja. Ja, op een bepaalde manier wel. Maar in november werd Wiebe 70. Nee, Wiebe werd niet 70. Hij werd ook 70 in november. Maar Jannie en Wiebe waren 50 jaar getrouwd in november. En toen zat ik aan tafel met Bouke en Noreen. Dus dat is wel een. Ja, een verbinding die gebleven is. En het is verder. Oh. Ja, ze zijn gevoelig, dus dat lukt. En ik even te denken of ik. Hoe knippen dit is het overigens als je verspreekt of zo. Mensen die heel zenuwachtig zijn, kunnen er ook een stuk uitknippen. Het hoeft niet in einem Guss, zoals dat zo maar. Nee. En uiteindelijk ben je zeg maar trainer geworden binnen Phoenix. Ja. En opgegroeid. Ja. En wist je eigenlijk dat Wiebe dat van je gezegd had? Van ik heb mijn opvolger ontmoet. Nou, gelukkig duurde het heel lang voordat ik dat wist. Daar ben ik ook blij mee dat hij dat. Waarom? Nou, kijk. Ik heb genoten. Dat weet ik nog goed van het begin hier. Dat ik genoot van de Benjamin zijn. Wat ik in mijn geschiedenis niet zo goed ken. Dus ik ken eerder het patroon van te veel verantwoordelijkheid, te jong. En hier heb ik wel als jonge trainer mogen komen en echt wat meer op mogen kijken naar verschillende leermeesters. Naar Wiebe en naar Jannie en naar Joke en naar Sander en naar Connie. En dat is echt een dierbare tijd geweest. Van ja, mijn volle potentieel inzetten en echt had mogen leren van anderen. En in die tijd, ja, het stond wel ergens in ieder geval in het zand geschreven dat ik Wiebe op zou volgen. Maar dat was niet waar we het over hadden. Ik was aan het leren en aan het bijdragen en ja, dat vond ik echt een heerlijke tijd. En waarschijnlijk had Wiebe dat al gezien van we moeten hem eerst Benjamin laten zijn voordat we hem. Zo ken ik hem althans. Zo, daar ga ik van uit dat hij dat gezien heeft, zeker weten. Ik ga heel even mijn mobiel uit. Dat was de melding dat de training in het bos begint. Intussen ben je. Deze doe ik even wat rustiger, start ik hem goed knippen. Intussen ben je ook directeur van Phoenix geworden. Of hoe heet het? Eigenaar? Hoe noem je jouw rol? Ja, ik was al een, zeg maar, een hele tijd deed ik het samen met Wiebe. En waar we alle twee directeur en eigenaar. En is 5 jaar lang ook bij ons geweest, Manon Vos, als directeur.
En ja, het is eigenlijk een titel die ik niet gebruik. Nee. Ik kan me daar niet zo... Ik voel me ook niet... Ik snap wel dat ik misschien wel eigenaar ben van Phoenix. Maar dat is niet hoe ik het beleef. Ik beleef me als iemand die de hoeder is of rentmeester is, overgedragen van Wiebe, Jannie en Piet, bestaat nu 30 jaar en ik let daar een tijd op met veel liefde en aandacht. En dan ga ik het ook wel weer doorgeven aan iemand anders. Ja. Dus het voelt niet als iets wat van mij is.